Mevrouw Laan, wethouder wonen. U sprak zojuist de woorden, ik zou zo graag hier in Schiedam willen wonen. Hoe moeilijk is dat tegenwoordig? Nou, het is vooral in Nederland lastig. Maar als je ziet hoeveel standhouders er nu zijn met heel veel mooie projecten, is de kans is altijd aanwezig en goed zoeken en een mooie keuze maken. Maar je bent jong en je hebt weinig centjes, dan moet je huren. Hoe lastig is dat? Huren is ook in Nederland heel lastig, ook in Schiedam. En daar ga ik ook niet moeilijk over doen, maar er zijn natuurlijk nu wel kansen. En die kansen die willen we graag in het zonnetje zetten en vandaar vandaag deze dag. Wat zou u jonge mensen willen adviseren die een woning zoeken? Wees niet al te kritisch op waar je precies wil wonen. Kijk gewoon vooral rond, want in sommige gemeentes kan het bijvoorbeeld makkelijker dan in andere gemeentes. En overal op reageren en wees er ook actief mee bezig. Wat vindt u de mooiste plek in Schiedam om te wonen? Daar dacht ik aan toen ik hier naartoe liep. En ik dacht van nou, ik zou wel in het centrum willen wonen, maar eigenlijk ook gewoon aan de buitenkant. En dan iets hoger, zodat je het centrum kan zien, maar ook de andere kant het groen. Hans Vos van Steenvlinde. Hans, je bent projectontwikkelaar. Wat is nou eigenlijk de rol van de projectontwikkelaar? Ontwikkelen van projecten, dus van woningen. Dus het verzinnen van waar kunnen we woningen maken. Die laten ontwerpen, zo goed mogelijk. Een product maken waarvan je denkt, ja, daar is vraag naar. En dat proberen te verkopen. En wat is dan de rol van de gemeente in jullie proces? Over het algemeen kom je de gemeente op bepaalde fronten tegen. Je hebt grond nodig, daar moet je ergens, daar kom je de gemeente tegen. Je hebt een vergunning nodig. De gemeente heeft natuurlijk om te beginnen een beleid waarin ze zegt we maken ruimte voor koopwoningen, huurwoningen, etc. En dan is het aan de marktpartijen en de woningcorporaties om dat beleid in te gaan vullen, om die aantallen woningen te maken. Daar schreven we ook voor jonge mensen om sociale huurwoningen. Welke rol kunnen jullie daarin vervullen? Beperkt, maar er is wel een rol, denk ik. Kijk, woningcorporaties zijn op aarde om sociale huurwoningen te maken. Dus daar ligt primair de taak natuurlijk. Wij als ontwikkelaar maken over het algemeen koopwoningen. We hebben wel bij Steenvlinder een tak die ook huurwoningen kan maken. En dat zijn eigenlijk een soort ingroeiwoningen, zou je kunnen zeggen. Een soort huurkoopconstructies. Je maakt wel zelf je woning, want dat is Steenvlinder. Je bepaalt heel veel zelf. Je klust hem zelf af, zeg maar. Een casco. En dat doen we voor die huurders ook. Dat is Steenvlinder Inc. heet dat, inclusief. Die mensen die klussen hun eigen woning af, huren hem 2 jaar, hebben daarna de optie om te gaan kopen. Hoeft niet, maar kan wel. Dus je kan zeggen van, ik ben er nu nog niet aan toe, maar over een paar jaar misschien wel. Nou, dan is dit de kans om je woning te maken. Katelijn, je bent jong en wild, maar je wilt toch op een gegeven moment wel eens een keer uit huis. Een huurhuis kopen, hoe lastig is dat? Ja, wel lastig. De markt is heel erg competitief. Dus dat is wel heel erg lastig, ja. Waar let jij op? Ik let vooral op de ruimte in een huis. En dat dat toch wel een open living heeft. Dat vind ik toch wel fijn en belangrijk, ja. Ja, wie kent haar niet? Makelaar Anke Bodewes. Anke, allemaal mooie koopwoningen. Maar hoe zit het met de mensen die een huisje willen huren? Daar wordt heel goed voor gezorgd. We hebben op dit moment rijksbeleid, hè, dat 1/3 van alle woningen sociaal moet zijn. En dat is in Schiedam ook zo. Dus wij kijken hier naar bijvoorbeeld een project op de Tuinlaan van de SOR. SOR Stichting Ouderhuisvesting Rotterdam. Maar die werken ook in Schiedam. En die gaan op de Tuinlaan, nou dat is echt wel een hele mooie woonplek, allemaal sociale huurwoningen bouwen. Jij bent thuis in die wereld. Hoe ligt dat nou? Je hebt de gemeente, je hebt corporaties, je hebt makelaars. Hoe zit dat verhaal in elkaar? Heel simpel, wanneer je start om een huis te huren of te kopen, wat begin je mee? Nou, je begint met kenbaar te maken dat je het zoekt. En wat een beetje jammer is wel, we hadden vroeger een stichting woonpromotie Schiedam en dan kon je je op 1 plek inschrijven. En dan gaf je met een paar eenvoudige vragen aan wat je zocht. Ik zoek koop, huur, eensgezinswoning, appartement, een beetje je prijsklasse en misschien nog speciaal voor een doelgroep, starters, ouderen. En dan zodra er een project in jouw scope in de verkoop kwam of in de verhuur kwam. Verhuur komt altijd veel later dan koop, hè? Er wordt pas verhuurd als de woningen bijna klaar zijn. Gaan we nu een generatie krijgen die eigenlijk gedwongen is om de rest van hun leven thuis te blijven wonen? Zie jij lichtpuntjes? Nee, ik denk niet. Ik denk dat wij wel in een land leven waarin als je boven zorgzwaarte 5, geloof ik, is dat. Dat je toch, dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk toch efficiënter om iemand gewoon met gespecialiseerd personeel op 1 plek te hebben. Megan, je loopt ook rond op deze beurs. Jij zegt tegen mij daarnet van, je kan beter een huis kopen. Wat zijn daar de voordelen dan volgens jou? Ja, of dat het beter is, het is meer wat is jouw behoefte? Heb je behoefte aan eigen beheer, dan is kopen logischer dan huren natuurlijk. Omdat je dan met een huurbaas te maken heeft die
meer over het huis te zeggen hebt dan jij. Wat zou je dan inderdaad willen toepassen op je koophuis? Nou ja, vooral met betrekking tot duurzaamheid. En als je wilt, als je twijfelt over een warmtepomp of iets dergelijks. Je weet niet of dat voordelig is, maar je bent als je huurt niet de enige die daar wat over te zeggen heeft. En bij een koophuis wel. Baas in eigen huis? Ja. Alexander Keizer, we zijn weer een jaar verder. Ik ga toch diezelfde vraag stellen. Je bent jong en je wilt toch wel een keer het huis uit. Hoe kom je nou aan een sociale huurwoning? Ja, sowieso als eerste inschrijven, maar ik denk niet alleen jonge mensen een sociale huurwoning zoeken, maar ook senioren. Daar staan een aantal mooie projecten voor waar je kan inschrijven. Maar ik ben het helemaal met je eens. We hebben een mooie stap gemaakt met Schievesten. Daar hebben het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. En ja, daar gaan we starten met bouwrijp maken. En ja, daar gaat uiteindelijk gebouwd worden, maar dat duurt nog eventjes. Nog wel... Wie bepaalt dat nou eigenlijk, de bouw van het aantal sociale huurwoningen? Dat zijn landelijke afspraken. Dus dat... Ja, dus met, zowel met de provincie en de gemeente maken we daar afspraken over. En natuurlijk hebben we de woonvisie. Daar hebben we alles in vastgelegd. Nou hoor je vanuit heel Nederland dat de huizen tekort zijn. Er kan niet gebouwd worden. Hoe moet dit opgelost worden? Want dat is een loodzwaar probleem. Zeker, met alle stijgende prijzen en hypotheekrentes en dat soort zaken. Bouwkosten die omhoog gaan. Maar we zijn gewoon met elkaar hard aan het werk om het mogelijk te maken. We vragen subsidie aan voor bepaalde projecten om ze een steentje bij te kunnen dragen als overheid en als gemeente. Vooral ook aan de slag om met elkaar mooie plannen te maken. Kan de gemeente WoonPlus onder druk zetten, Alexander, om meer sociale huurwoningen te bouwen of te laten bouwen? Nou, volgens mij zijn we gewoon heel goed met WoonPlus in overleg. Ze zijn hier ook op de stand met de Wilton Flats en met In de Buurtuin. En we hebben gewoon goede afspraken met hun. En we hebben samen ook het regiobod gedaan. Dus we zitten daar gewoon goed om met elkaar een mooie stad te maken en die aantallen ook te realiseren. Dus we zijn gewoon goed met elkaar in overleg. Nou, en dan is het zover. Je hebt een huis gekocht, maar dat ben je er nog niet. Dan moet je een soort examen doen bij de notaris. Jeroen Krabbedam, hoe nerveus zijn mensen dan altijd wanneer ze bij jou komen? Ja, soms wel, maar ik probeer ze altijd wel heel erg op hun gemak te stellen. Want je doet gewoon iets leuks. Je komt... een huis tekenen, je regelt de financiering, misschien met je partner nog iets privés regelen, een samenlevingscontract of het maken van een testament. Het is uiteindelijk een feestje. Nou, eigenlijk geef je al antwoord op de vraag, wanneer je een huis koopt, hoe belangrijk is dan een testament of een samenwoningsregeling? Nou, het huis kopen is voor heel veel mensen de belangrijkste handtekening en de duurste handtekening in hun leven. Dus dan is het heel belangrijk om dat goed te regelen. Mirjam, er zijn ook nog andere variaties te bedenken. We hebben het over jong, we hebben het over oud. Maar jullie doen nog wat anders. Ja, wij zijn een woongroep in oprichting. Wij willen heel graag met elkaar wonen, met jong en oud, om te kunnen omzien naar elkaar. Nu zijn er heel veel seniorenwoningen die worden ontwikkeld. Maar die senioren worden allemaal ouder, tegelijk ouder. En wie kijkt er dan nog naar je om? Wij willen graag... een wederkerigheid terug in onze samenleving. En we maken een soort mini-woongroep. En die hebben we genoemd Zorgzaam Samenwonen in Schiedam. Samenhuizen is de Belgische term daarvoor. Herman Pauw, woonadviseur van de Nieuwe Hypotheken. Ja, je hebt toch maar besloten om een huis te kopen. Waar moet je op letten bij een hypotheek? Waar moet je op letten bij een hypotheek? Ten eerste, heb je al een hypotheek? Dat scheelt al. Heb je al een woning? Maar wij geven advies eigenlijk aan iedereen. Wij heten wel de nieuwe hypotheken, maar we doen alle hypotheken die we kunnen. Dus voor starters, doorstromers, zakelijk, gaat ze maar door. Mensen gaan een huis kopen, ze komen bij jou terecht. Maar waar moeten ze nou echt zelf hun huiswerk over maken? Waar ze zelf hun huiswerk over maken is dat het heel verstandig is voordat ze gaan kijken. Want iedereen gaat kijken op internet en dat soort zaken. Dat ze eerst een keer een goed advies inwinnen.